Hey allemaal, je kijkt naar de liveshow van ACI. Het komende uur komen Linda en Lisa op bezoek in de studio. En praat ik met Ed Korkus. En komt de bijzondere band Soaking Red Dress voor ons optreden. En we sluiten de show af met DJ Mail Hanks. Welkom bij ACI Live. We zijn beide student aan TCL, wat vroeger ILS was. Ook komt de band Soaking Red Dress voor ons optreden. En waren we deze week eindelijk weer voor het eerst fysiek op school. En bij dit feestelijke moment was Isa aanwezig. Ook laat Rosanje in de vlog zien hoe zij voor maar €15 een hotelovernachting heeft weten te boeken. En ik praat met docent Ed Korkus, die wat komt vertellen over zijn tijd bij ACI en over zijn pensioen. Ten slotte staat ook Sanne voor ons klaar. Nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Nienke staat voor ons klaar met de uitagenda. En we sluiten de show af met een toffe set van DJ Mail Hanks. Nou, dat wordt een vol programma, dames. Dus we gaan lekker beginnen. Vertel, wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Ik ben Linda en ik kom uit Bergen op Zoom. Oké. Ik ben Lisa, ik kom uit Eindhoven en daar woon ik nog steeds, maar ik ben veel te vinden bij Linda en Tilburg. Ja, want jullie zijn vriendinnen van elkaar ook, ja, toch? Yes, ja. Oké, en jullie doen dus de opleiding TCL. Yes, klopt. En wat is dat voluit? Trend Research and Concept Creation in Lifestyle. Een hele mond vol, maar ja. En wat doen jullie daar precies? Ja, van alles. Het bestaat uit twee onderdelen, dus Trend Research en Concept Creation. Voor Trend Research ga je meer kijken wat voor nieuwe innovaties opkomen in de samenleving en wat dat betekent, wat voor shift dat misschien aangeeft. En concept creation ga je kijken naar bepaalde doelgroepen en welke problemen ze hebben. En dan ga je die heel specifiek proberen op te lossen door een concept daarvoor te creëren. Mm-hmm. En als je de trends daarin meebrengt, dan geef je ze ook een beetje een toekomstrandje mee, waardoor ze ook lekker future-proof zijn. Oké, ja, dus super innoverend ook. Ja, ja, klopt. Oké. En hoe hebben jullie voor deze opleiding gekozen? Ja, bij mij was ik vond het best wel moeilijk eigenlijk om een studie te kiezen. Ik had een NNT-profiel en eigenlijk vond ik biologie echt was eigenlijk mijn lievelingsvak. Mm-hmm. Dus ik naar verschillende open dagen natuurlijk kijken. Alleen, ja, dat bleek toch niet echt bij mij te passen. En toevallig kwam mijn moeder er eigenlijk mee met deze opleiding. En ik dacht van, ik weet niet of dit echt iets voor me is. En eigenlijk was ik bij de open dag meteen overtuigd. Superleuk. Meteen verkocht. Ja, ik kon al mijn interesses erin kwijt. Dus ja, superleuk. Oké, en jij Linda? Ik was hier al iets van 4-5 jaar geleden geweest op open avond, toen ik zelf nog in de eerste zat van HAVO. En nou, dan was ik een beetje vergeten dat ik hier was geweest. En toen toen ik in 5 HAVO zat, toen ik moest gaan kiezen, kwam ik een soort souveniertje tegen, wat ik toen had meegekregen. En toen herinner ik het ineens meer. En toen kwam ik hier en toen dacht ik, ja, dat is hem gewoon. Dat was helemaal herbeleven en dat paste perfect. Dus nu zit ik hier. Ja, leuk. En wat leren jullie zoal bij jullie opleiding? Ja, wat Linda eigenlijk net al een beetje vertelde, dus trend research en concept creation, wat natuurlijk ook in de naam naar boven komt, zijn eigenlijk de twee grootste onderdelen. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk, ja, skill modules noemen we dat, zijn eigenlijk een soort van, ja, blokken, zeg maar. Dus trend research, concept creation en realizing en advising hebben we dan. En dat zijn eigenlijk onze, ja, bouwstenen, zeg maar, voor de skills die we leren. En dan hebben we eigenlijk ook altijd een project voor bijvoorbeeld een half jaar of een blok. En dat is eigenlijk het grootste deel, denk ik. Ja, dus qua schooldagen hebben jullie vooral ook heel veel projecten en zo samen. Ja, altijd projecten en dan ook eigenlijk de skills die je dus leert, wat ik net vertelde. Ja. Ja, leuk. Dus je moet veel samenwerken ook op jullie opleiding. Ja, zeker. Ja. Hey, en je hebt een Engelstalige versie van deze opleiding en die doen jullie toch? Ja. En waarom is jullie keuze daar toen opgevallen? Ja, vooral omdat je dan ook met internationale mensen in de klas zit. Dus mensen die van overal in Europa en in de wereld eigenlijk hier naartoe komen voor deze specifieke studie. En dat is super fijn, want je zit met zulke gemotiveerde mensen samen in de klas. Dus dat is leuk. Ja, lijkt me ook wel heel leerzaam met mensen van allerlei verschillende landen. Ja, je krijgt ook echt wel een ander perspectief, zeg maar. Die mensen hebben natuurlijk toch een andere cultuur en dat is super interessant om te zien. Ja, want waar komen ze zoal allemaal vandaan? Bij jullie in de klas? Ja, Bulgarije, Engeland, Aruba, Kroatië ook. Echt overal eigenlijk. Ja, dat is wel echt super vet, toch? Ja, leuk. Ja, zeker, ja. Nou, ik ben benieuwd wat er dadelijk nog allemaal gaat komen. Wij schakelen eerst nog even over naar Anthony, die al klaar staat op het podium. Ja, dankjewel Sophie. Ja, hier achter mij heb ik de band voor vanavond staan bij ACI Live. En niet zomaar een band, het is namelijk de eerste keer dat we een internationale act hebben hier in de show. Dus ik ben heel blij dat de mensen van Soaking Red Dress hier zo zijn. Sosha, Louise, Noah, Raquel, James en Pleun, I'm really glad you guys are here. Sosha, can you tell us something more about how you guys found each other?
Yeah, so the project started as an exam of mine for my conservatory, but then it kind of lived on. We got invited to some festivals, and then after a year, we actually found this setting of people, and it just kicked out really nice energy, so we decided to, yeah, try and do something with it. Cool, sounds like a great start of you guys as a band. Yeah. Because for the record, can you tell us which members from the band are from which country? Yeah, so Noah, James, and Plun are Dutch, and then I'm from Poland. Luisa is complicated. Complicated story, she's yeah. From Spain and Germany and other countries like that. I can't name. And Raquel is Catalan. Well, I can imagine if you are guys are from different parts of the world, it can be difficult to make music, especially in these times with restrictions, travel bans. How did you guys manage the process of making music? Yeah, we met in Utrecht, so we met together. But then after the pandemic started, we all kind of moved to our home countries for half a year, which is when we decided to release our first song, which was quite an interesting thing to do from, you know, all over the Europe. Not actually meeting and rehearsing the song together, but just recording it separately and releasing it. But now we're back together. Cool. Very happy. And that song is called Blue Islands, yes. Right? Yes. And you guys made a video of it? Yeah, we did. And that video got picked up pretty well in Europe. Yeah. And you guys are going to play it, I think, tonight as well? We're going to play it today cool. as well, yeah. Well, I think we're ready to hear some music from you guys. Cool. So, enjoy. Yeah, I will enjoy. And this is Soaking Wet Dress. Sarah, bo, bo, bo.
Let me get you. Oh.
Thank you, guys. Thank you. Yeah, you can hear it at the applause in the back of the room. Even some people in the back of the room had goosebumps. And even me, actually. So I think we are very lucky to have you guys for a second set in a bit. And I will be back with you in a few minutes. Cool. But first, ja, en dan gaan we eventjes terug naar het Nederlands. Het is je waarschijnlijk niet onopvallend gebleven dat P8 weer open is deze week. En daar is natuurlijk ook verslag van gedaan. We gaan even kijken naar Isa, die verslag deed van deze heropening. Eindelijk is het weer zover. De schoolgebouwen zijn geopend. En vandaag gaan we even een kijkje nemen in P8, hoe het eraan toe gaat. Want er is echt een feestje van gemaakt. Source Radio is aan het draaien. En er zijn heerlijke hapjes en drankjes voor de studenten. Dus laten we gaan kijken. Eindelijk is het weer zover. De schoolgebouwen zijn geopend. En vandaag gaan we even een kijkje nemen in P8, hoe het eraan toe gaat. Want er is echt een feestje van gemaakt. Source Radio is aan het draaien. En er zijn heerlijke hapjes en drankjes voor de studenten. Dus laten we gaan kijken. Vandaag is het onderwijs natuurlijk weer geopend. We mogen officieel weer les hebben in ons mooie gebouw P8. Dus best een feestelijke bijeenkomst natuurlijk na een best lange lockdown. Op dit moment is het zo dat ze in ieder geval één keer per week naar het gebouw toe mogen. Dus één keer per week fysiek les. En we hopen natuurlijk dat langzamerhand er meer mogelijkheden en meer flexibiliteit komt. Dat ze vaker naar P8 mogen. Wat we nu vooral ook belangrijk vinden is het sociale component. Dat is natuurlijk wel iets wat online heel erg gemist wordt. Dus dat was ook het idee van nou, als we wat lekkers regelen. Begin de les samen met hoe is het. En je hebt elkaar zo lang niet gezien. Dus ook even die aandacht voor elkaar te hebben. Dus ik denk dat dat wel een leuk begin is als je vandaag weer in P8 aanwezig bent. Van de zwangerschapsverlof weer terug in de lockdown. Dus ik ben hier al heel lang niet meer geweest. Ik vond het heel bijzonder. Ik heb echt eerst even heel goed naar al die studenten individueel even zitten kijken. Gewoon van, het voelt heel maf dat je zo blij kan zijn om iemand live te zien. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje dubbel. Ik vind het allemaal nog een beetje eng. Ik vind het heel fijn dat het weer kan. Maar ik heb net ook even de klas uitgelegd. Ik wil me heel strikt aan de regels houden. Want mijn vader die is 72, nog niet gevaccineerd. Die heeft nu een kleinzoon, komt hij iedere week naar kijken. Dus ik wil heel graag wel echt dat we met z'n allen echt die regels goed in de gaten houden. En de zaken zo veilig mogelijk houden. Nu wordt er hier op school wel echt, worden de regels heel goed in acht genomen. Er is heel veel ruimte. Er wordt goed op gelet dat iedereen de regels naleeft. Er worden instructies gegeven. Dus de school heeft dat stukje wel goed op orde in ieder geval. We hebben zelf een heel groot gebouw waarop we de coronamaatregelen prima in acht kunnen nemen. En ik denk ook voor de mentale gezondheid dat het gewoon heel goed is dat we zo mondjesmaat weer open gaan. En dat er fysiek onderwijs gevolgd kan worden. Begin mei dan komen er testen beschikbaar. En die zullen dan thuisgestuurd worden naar medewerkers en studenten. En dan is het aan de studenten en medewerkers zelf om zich thuis dan te kunnen laten testen. Dus een extra maatregel die kan worden genomen voor de veiligheid. Met Source Radio maken we de komende week, 3 ochtenden in de week of ook nog een beetje in de middag, een radioshow. En dan gaan we een beetje de sfeer hier in school omhoog krijgen, want we mogen weer. Dus dat is super fijn. We waren daardoor gevraagd door Fonds ACI of we dat wouden doen. Dus dachten, nou, dat is super leuk. Dan krijg je toch een beetje sfeer als je de school binnenloopt. Dus er staat beneden ook keihard een box aan. Dus die hoor je door de hele school, hoor je de muziek. Dus dat is echt super leuk. Nou, wij zijn stiekem tussendoor hier al wel een paar keer geweest, omdat wij onder die mediawet vallen met de radio en met de tv mocht je af en toe komen. Dat was dan wel heel streng, echt maar 2 personen en afstand houden en mondkapjes en zo. Maar het is wel gezellig om iedereen ook weer te zien en je loopt allemaal, ik ben dan bijvoorbeeld nu ook op minor en straks op stage, dus allemaal klasgenoten die kwamen net al even zwaaien. Dus dat is superleuk om iedereen gewoon weer in het echt te zien, even anders dan door een schermpje. Eigenlijk wel weer chill om mensen te kunnen zien en even uit je huis te zijn eigenlijk. Normaal zit je alleen maar elke dag op je kamer en dan word je wakker en dan
kijk je op je rooster van ja, ik heb dadelijk les en dan moet je je laptop openklappen en dan zit je daar maar de hele dag op je kamer. Maar nu is het wel weer chill om echt mensen ja, te kunnen zien en echt in de klas te zitten en dan voel je tenminste dat je echt weer school hebt. Ik vind het gewoon heel leuk om iedereen weer te zien en dan ja, heb je toch weer iets meer interactie. Ja, veel gezelliger van achter een scherm. Buiten zal ik zeggen, school kun je niet echt heel veel anders doen. Dan zie je niet echt veel andere mensen. Dus ja, ik ben wel echt, ondanks dat ik lang moet reizen, vind ik het wel eigenlijk nog steeds heel fijn om terug te zijn op school, ja. Ja, als je gewoon aan de regels houdt en je masker ophoudt en zo, dan... Het zit niet echt de hele tijd in mijn achterhoofd van, oh wacht, ik kan elk moment dat krijgen of zo. Ik denk wel dat als iemand klachten heeft of ja, gewoon zich niet goed voelt, dat hij gewoon thuis blijft, ja, dat iedereen een beetje verantwoordelijkheid neemt. Soms denk ik nog van misschien iets te vroeg, maar ja, het zal wel veilig genoeg zijn als het mag. Zoals je kunt zien is iedereen echt super blij dat ze eindelijk weer terug kunnen naar school. Dat hadden we anderhalf jaar geleden natuurlijk niet kunnen bedenken, want toen konden we niet lang genoeg in ons nest blijven liggen. Het was super leuk om hier te zijn, maar we gaan nu terug naar de studio. Nou, we waren zelf zo enthousiast dat het filmpje zelfs twee keer in startte. Maar goed, we hebben ook een splitter nieuwe regisseur. En dat is Lotte en ze doet supergoed. Maar terug naar jullie opleiding. Yes. Want jullie doen ook een excellentietraject, toch? Ja. Wat houdt die precies in? Ja, dus dat is 2XL. En het, ja, wat het eigenlijk inhoudt is dat we extra projecten doen naast het normale ja, studieprogramma eigenlijk. Ja. Dus ja, kan eigenlijk van alles zijn. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja, want wat voor projecten hebben jullie daar al zoal mee gedaan? Ja, bijvoorbeeld de Design Week. Dat was het eerste project wat we hebben gedaan. En nu zijn we nog bezig met twee nieuwe projecten. Dus, ja. Oké, okay, leuk. En wat hebben jullie binnen de Dutch Design Week mogen doen? Ja, eigenlijk is dat een trendproject. Dus we doen een inwerkende opdracht voor de Dutch Design Week. Dat we voor hun verschillende trends gaan spotten. En dan aan hun leveren ook in het trendboek. Normaal gesproken gaan we dan ook op de Dutch Design Week zelf trendtours geven aan de mensen die er komen kijken. Om ze ook aan het uit te leggen hoe dat werkt. En vooral omdat je daar dan al die mensen hebt met hun designs, kun je dat super goed uitleggen. Ja, maar dat kon natuurlijk niet door dat corona. Kon niet, ja. Nee, dus we hebben een digitaal museum gemaakt. En we hebben ook heel veel blogs en vlogs en ook geïnterviewd met designers. Dus dat was nog steeds super vet. Oké, okay, vet. Dus super veel ervaring op kunnen doen. Ja, ik wel. Ja. Ja. En lopen er momenteel ook nog coole projecten? Ja, twee waar we allebei ook aan werken. Eentje een beetje een trendproject, eigenlijk net zoals de Dutch Design Week. Mm-hmm. En nog een project, een conceptproject, waar we eigenlijk, we hebben de doelgroep gekozen van vluchtelingen, jongeren. Om eigenlijk voor hun een concept te ontwikkelen en te realiseren, zodat we hun kwaliteit van leven eigenlijk een beetje kunnen verbeteren. Ja, dat is wel een super mooi doel. Met een mooie doelgroep ook. Ja. Zeker. Oké. Okay. En jullie gaan binnenkort ook op minor en op stage, toch? Yes, volgend jaar. Heb je daar al een ideetje over? Nou, ik nog totaal niet. Nee. Ik wil voor minor heel graag naar het buitenland, maar dat is nu nog een beetje onzeker. Mm-hmm. Dus het is nu mijn plan om eerst mijn stage te doen, na de zomer gelijk. Maar daar heb ik ook nog geen plan voor. Nee, nou, je hebt nog even de tijd om na te denken, hoor. Klopt, ja. En jij? Ja, voor mij staat ik ook nog best wel open. Ja. Mijn plan is wel ook om mijn stage eerst te doen en daarna minor, omdat we die eigenlijk, wat Linda zei, eigenlijk in het buitenland willen doen. Ja. Dat zou natuurlijk super gaaf zijn. Maar ik zei het net een tijdje geleden al, van dat ik biologie eigenlijk super interessant vind. En het lijkt me leuk om iets in de richting van biodesign te doen. Dus eigenlijk biologie en design samen. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ja, nou, het zou wel helemaal top zijn als die combinatie er ook is. Ja, precies. Oké, okay, ja, minor en stage, dat is dan nog iets dichterbij. Maar hebben jullie al een soort van droom of ambitie of een plan voor na de opleiding? Ja, zoveel eigenlijk. Nou, ik hoop eigenlijk dat ik gewoon... Linda volgens mij ook, dat we gewoon weg kunnen reizen en een beetje meer van de wereld kunnen zien. Nu ook met corona natuurlijk. Ja. En ja, wat hij net al zei, die biologie kant lijkt me echt wel super vet om daar ook nog iets mee te doen. Ja, en jij toevallig? Nee, wat ik nu heel vet vind is future scenarios is dat een beetje. Dus om bij trends of concepten specifiek punt daarvan pakken en dan kijken van hoe zou dit zich in de toekomst kunnen ontwikkelen tot een extreem. En dan krijg je een beetje rare, vreemde toekomsten. En daar kan je weer van alles mee doen. En dat vind ik momenteel interessant. Dus wie weet over een paar jaar nog steeds. Ja, maar, klinkt vet. Ja. Klinkt voor mij heel onbekend. Dus, ja. Oké, okay, cool. Nou, dan wens ik jullie super veel succes met jullie opleiding nog. Dankjewel. En dan wil ik jullie bedanken voor jullie komst. Ja, yes, dankjewel. En dan praat ik straks met Ed. Maar we gaan eerst nu nog even doorschakelen naar Anthony op het podium. Version of what she did to herself. Oh,
over the years with metaphorical scars very literally on her skin with her heart put in a box and hidden away far from reality and so she drunk instead of sleeping dreams were like a view of what was always in the back of her silencing both what was trying to get out and what was trying to get out hidden away inside always hungry never eating what was always in the back of her and swallowing all her troubles and stuffing herself with pity so she drank instead of sleeping so she drank instead of sleeping so she drank instead of tomorrow doesn't exist sleeping. Fly me tomorrow, today in a second, I'm breathing, I'm breathless, I'm scared, I don't want to go. Fly me tomorrow, today in a second, I'm breathing, breathless, I'm scared, I don't want to go. So fly me, where tomorrow doesn't exist. Ooh.
gonna be alright, you're the rain. Here you have the sun, it's gonna be alright. All the notes are here. It's gonna be alright, you're the rain. Here you have the sun, it's gonna be alright. All the notes are here. You just need to go for it and hit the wrong ones. Zosia, Louise, and Noah, Raquel, James, and Pleun. Thank you guys for being here today. Thank you for inviting us. Zosia, if people want to know more about Soaking Wet Dress, where can they find you guys? You can find us on Instagram and on Facebook and on YouTube as well. Oh, okay, I'm sure a lot of people will do that after today. Thank you very much, and I wish you all the best. And I hope that perhaps in the future we can see you another time here around in Tilburg. Yeah, thank you very much. Thanks. Cool. Wij gaan door met, daar ben ik dus natuurlijk wel eventjes in het Nederlands. Wij gaan door met de vlog van deze week. En deze week ging Rosanne voor jullie op pad. Ze gingen namelijk even lekker weg in eigen land. Ze gingen naar Noordwijk. Goedemorgen, ik ben zojuist wakker geworden en ik ga jullie vandaag en morgen meenemen met mijn twee dagjes weg als student en tijdens corona. En ik ga jullie ook nog wat tips geven om te plannen voor periode 4. Ik heb me eigenlijk helemaal klaargemaakt, dus ik ben klaar om te vertrekken. Ik word zo opgehaald. Nou, ik ben net in het hotel aangekomen. We kunnen al inchecken, maar we kunnen nog niet onze kamer in. Maar je kunt dus eigenlijk wel heel chill gewoon een lunch bestellen hier uit het restaurant. En die kun je dan normaal op je kamer opeten, maar omdat wij nog niet onze hotelkamer in kunnen, eten wij er gewoon eventjes buiten op. En je kunt hier scootertjes huren, fietsen, elektrisch fietsen. Dus wij gaan dadelijk elektrisch fiets huren en dan gaan we een rondje fietsen langs de Loontrekse plassen. Dus ik hou jullie op de hoogte.
Nou, we hebben net het pasje gekregen voor onze kamer. Dus ik zal jullie even de kamer laten zien. Ik had jullie nog niet eigenlijk verteld over hoe ik bij Flash Hotel ben gekomen. Maar bij Kruidvat hebben ze dus regelmatig een terugkerende actie. Dat je voor 15 euro een overnachting bij het Flash Hotel. Dus dat is echt heel goedkoop. En dat is voor studenten echt een tip als je nog een overnachting wil hebben. En ja, je kunt hier dan in het restaurant gewoon allerlei dranken bestellen. Maar ook avondeten voor vanavond. En ja, ik vind het zelf ook fijn om hier eventjes aan school te werken. Is weer even in een nieuwe omgeving, dus dan kun je weer iets beter constateren. Nou, het is normaal gesproken natuurlijk niet echt vanzelfsprekend dat je 2 dagen weggaat tijdens een schoolweek. Maar omdat wij nu allemaal online les krijgen, ben je eigenlijk best wel flexibel in waar je de les volgt of waar je aan school werkt. Zo kan dat nou ook in een hotel. En zelf ben ik eigenlijk ook altijd heel erg van het plannen. Dus ik had dit gewoon echt heel goed gepland, waardoor dit gewoon heel goed paste. En jullie wil ik ook graag een goede tip geven om te plannen, zodat jullie ook zo 2 dagen weg kunnen boeken in Nederland. Nou, wat ik bij mezelf heel erg gemerkt heb, is dat op mijn bureaublad heb ik heel veel dingetjes altijd staan die ik nog moet doen of die ik wil bewaren. En dat maakt het heel onoverzichtelijk. En nu was mijn idee om deze dingetjes die op je bureaublad staan, dus al deze dingetjes, te gaan organiseren. En nu heb ik als voorbeeld even deze weekplannen gepakt. Die heb ik als achtergrond gemaakt. En dan kan ik zo plannen wat ik op maandag wil doen, wat ik op dinsdag wil doen, woensdag. Wat overige dingetjes die ik hier neerzet. En zo kun je dit eigenlijk helemaal zelf indelen. En hier heb je eigenlijk heel veel templates al van op internet. Dus bijvoorbeeld op deze. Heel makkelijk projecten waar je aan moet werken. Wat overige dingen, screenshots die je wil bewaren. En ook deze plannen, dus over een hele maand kun je. En je kunt ook, dat kan op Apple en op Windows ook, kun je een plaknotitie toevoegen. En dan kun je, stel je voor, je wil ook je privé dingen inzetten naar de kapper gaan. Kun je dat ook zo inzetten of kapper plannen. Oh, wacht, dan moet die eigenlijk wel als achtergrond zijn. En zo kun je deze dingetjes ook overal plannen. Het is eigenlijk een soort van, je maakt een weekplanning of een maandplanning. Of je doet gewoon, net zoals deze dingetjes, om je kleine, deze dingetjes te organiseren. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Nou, ik ben ondertussen thuis en het is echt nog heel lekker weer. Maar ik heb dus eigenlijk de hele middag nog aan school zitten werken in het hotel. En we hebben nog een lekker drankje gedaan aan de pier. En dan tot volgende week. Ja, en dan zijn we alweer aangekomen bij onze allerlaatste gast. Nee, 1 na laatste gast van vandaag. En dat is Ed. Hij heeft heel veel betekend voor ACI en voor Fontys. Dus hier is hij. Ed! Hallo, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het zelf eigenlijk ook heel erg leuk. Ja? En ook leuk om jullie te zien. Ja, fijn. Want herken je mij toevallig nog? Ja, ik herken je nog wel. Namen ken ik niet. Isa nog wel. En dan zit ik weer te twijfelen of ik dat nog uit mijn hoofd weet. Nou, maar die was goed. Die kwam in me op, maar van jullie herken ik de gezichten wel, maar de namen niet meer. Nee, geeft ook niks. Je ziet ook zoveel gezichten voorbij komen. Ja. Ja. Maar je zit hier niet zomaar voor een reden, want jij gaat namelijk 1 mei met pensioen. 1 mei ga ik met pensioen. Ja, en hoe voel je je daarbij? Het woord pensioen zegt mij helemaal niets. Nee? En ik kijk nu naar Isa, dus ik heb de quote tegen mijn collega's. Een muzikant gaat ook nooit met pensioen. Die blijft altijd muziek spelen. En ik ben een onderwijsdier. Ja. Dus ik zal altijd wel iets met jongeren gaan doen. Ja, dat blijft erin zitten. Ja. Ja, want ik heb ook begrepen dat je ons niet helemaal gaat verlaten. Want je blijft nog een soort van studiecoach. Ja, daar heb ik iets mee met Educational Needs studenten. En bij Fontys Hogeschool ICT hebben ze sinds 2013 hebben ze 30 externe vrijwillige studiecoaches. En daar word ik er één van. Daar ben ik er al één van per 1 mei. Ja. En dan ga ik dat 4 tot 6 uur in de week doen. En ze hebben normaal een studiecoach, maar die heeft 5 minuten per week. En deze coaches stoppen daar veel meer tijd in. En wat het leuke daarvan is die mensen die dat doen,
En ik dacht dat het allemaal mensen boven de 65 waren, maar daar zitten mensen tussen de 30 en 70 jaar in, hoog opgeleid, allerlei sectoren gewerkt. En die hebben iets met jongeren en die willen iets voor jongeren betekenen. Ja, dus je gaat ons sowieso niet helemaal verlaten? Nee, het onderwijs ga ik sowieso niet verlaten. Okay. En... Het voelt nog een beetje als overlopen. Want het zit ook in hetzelfde gebouw en het is ICT, maar ja, ACI is gewoon, en de voorganger is 20 jaar mijn dingetje geweest. Ja, want je bent 20 jaar hier werkzaam geweest. Ja, en de voorganger. En dan zeggen jonge collega's, hoe hou je het vol? Never a dull moment. Kijk, komen Never al mooie fotootjes voorbij. Ja. Wat is nou je allermooiste herinnering hier bij Fontys? Er zijn heel veel mooie herinneringen. Maar één die natuurlijk, en dat heeft met de education niet te maken, en dan moet ik daar weer niet te breedsprakig over zijn. Maar dat is Evelien Boom, een meisje met een fysieke beperking en een aangeboren hersenafwijking. En dat meisje zag ik altijd op het schoolplein lopen en die sprak ik eraan, als je ooit met de studie problemen komt, schiet mij dan aan. Toen weerde ze dat af. Ze was een beetje verkrampt, een beetje bozig. En ik weet dan, ik doe dat niet voor niets. Zo iemand komt ooit op mijn pad, op mijn weg. Mm-hmm. Dat is ook gebeurd. Januari 2015 belt een collega en die zegt, het gaat niet goed met haar. Ze is bij twee stageadressen is fout geweest. Jij zit in de CMR en jij hebt allemaal contacten. Kun jij dat wat voor haar betekenen? Toen heb ik direct ja gezegd. Zo werkt dat bij mij. En na 5 minuten denk ik, wat ben ik gewoon een gigantische idioot. Als niemand dat lukt, waarom zeg ik dan ja? En wie ben ik dat ik het voor elkaar kan krijgen? Maar dan in één keer komt de emotie weer. Dit moet lukken, dit moet slagen. Nee is geen optie, want zij rekent op mij. Eind van het verhaal. Ze heeft twee stages doorlopen. Ze is van dat verkrampte bozige is heel zelfverzekerd geworden. En het mooiste moment is als die tijdens de diploma-uitreiking, als ze naar voren wordt geroepen, zij als eerste met haar vriend dat podium opklimt en daar gaat staan in het volle bewustzijn dat alle ogen op haar gericht zijn. En zij staat er relaxed op dat podium. En dan kijkt een collega en ik elkaar aan en dan moeten wij even een traantje wegpinken. Want die student staat voor alle studenten die je vanaf een eerste jaar ziet groeien tot aan die diploma-uitreiking. En dan als je later ouders spreekt, zeggen ze altijd bedankt. Dan zeg ik altijd, nou, ik heb helemaal niks gedaan. Of, nou ja, wel ondersteund. Ja, dat sowieso. Alleen al dat iemand zo tot bloei komt en zelfverzekerdheid, en dat noem ik dan altijd, als ik daar wat aan heb kunnen duwen en trekken, ja, dat is het mooiste wat je kunt krijgen in je leven. Dat is voor mij onderwijs. Ja, die trotse momenten dat je echt iemand ziet opbloeien en groeien. Ja, dat is echt het mooiste. Maar nu zie je weer, nu kom ik helemaal los, hè? Ja. Dat is onderwijs. Dan komen we op de praatstoel terecht. Ja, dat is heel mooi. Ja. En wil je misschien de huidige studenten of de opleiding nog iets meegeven? Ja, een advies is heel gevaarlijk. Want ja, ik kan jullie wel honderden adviezen geven. En ik ken ook wel honderden quotes. Toen ik binnenkwam, zei ik tegen een van, het komt gewoon allemaal heel erg goed met jullie. Maar ik heb natuurlijk wel een andere quote. En misschien is die ook wel heel erg goed. Probeer vooral jezelf te zijn in een wereld waarbij iedereen je allemaal iets anders wil laten zijn. Dus mensen hebben mij proberen te veranderen. Soms veel te veel emotie, soms veel te veel gelul. Maar je moet gewoon het lef hebben en de brutaliteit om al die informatie, al die goede bedoelde adviezen in je rugzakje en uiteindelijk, ja, maak zelf gewoon je keuze. Denk op een gegeven moment van, je kunt me allemaal de berg op. Ik vind dat het zo moet. En al gaat dat overal tegenin, niks van aantrekken. Raar dat een docent dat zegt. Volg je hart en maak je eigen keuze. Kies je eigen pad. Ja, dat is jullie advies. Nou, dat lijkt me een mooi advies om mee te nemen. Ja. Weet je wat daar, ik ga er nog iets bij zeggen. Weet je wat het leuke is? Heel kort. Weet je wat het leuke ervan is? Als het succesvol is, het is een hele harde, hoef je niemand dankjewel te zeggen. Want dan heb je het alleen aan jezelf te danken. Kijk, en dat is een mooie om mee af te sluiten. Ja, Ed, ik wil je super erg bedanken. En ik wens u super veel succes in de toekomst. En geniet van uw pensioen, zou ik zeggen.
Ja, maar pensioen is nog steeds een dingetje. Nou, dan moet hij daar nog even aan wennen. Okay. Nou, dan gaan wij door naar Nienke, die klaar staat met de uitagenda. Ook deze aflevering hebben we weer een paar activiteiten gevonden die jullie in en rondom Tilburg kunnen gaan doen. Het is natuurlijk weer lente en alle bloemen en bomen zijn weer in volle bloei. Mocht je nu nog op zoek zijn naar wat leuke plantjes voor je studentenkamer, dan hebben we hier de gouden tip. Voor alle plantenliefhebbers is de Facebookgroep Plant Yes een leuk initiatief begonnen. De stekjesroute. Op verschillende locaties in de Reeshof en het centrum staan stekjeskasten waar jij in ruil voor een ander stekje of een donatie een plantje mee mag nemen. De Facebookgroep vind je op verschillende locaties die je wandelend of fietsend kunt afgaan. En zoals je ziet zijn er genoeg plekken waar je de stekjeskasten kunt vinden. Op de Facebookpagina vind je naast de locaties ook nog tips en tricks voor het laten groeien van je plantjes en kun je jezelf aanmelden voor een eigen stekjeskast. Voor de mensen die niet zo van plantjes houden, maar wel van bewegen, hebben we ook iets leuks gevonden om te doen. Om je lange wandeling weer wat nieuwer en actiever te maken, heeft Beweegteam Onderwijs van Sport in Tilburg maar liefst 20 wandelbingo-kaarten ontwikkeld voor jong en oud. Zo kun je bijvoorbeeld samen met iemand op pad om een wedstrijdje te doen of om de omgeving nog eens met andere ogen te bekijken. Er zijn verschillende thema's en verschillende routes waaruit je kunt kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld in je eigen wijk op zoek gaan naar verkeersborden of in de omgeving van het centrum op zoek gaan naar de beelden op de kaart. Op de website kun je de bingo-kaarten gratis downloaden. Wil je nou graag wat kunst bekijken? Dan kan dat ook. Tot 16 mei heeft het Metropolitan Museum in Tilburg een raamtentoonstelling van de kunstenaar Hans Inneme, genaamd The Beauty of Opposition. In Japan is deze kunstenaar met zijn dierenfiguren al ontzettend bekend, maar zover hoef je nu gelukkig niet te reizen om zijn stukken te bekijken. In de tentoonstelling zie je zijn meest recente zeefdrukken die hij maakte in samenwerking met John Doman. De kunstwerken staan opgesteld achter de ramen van het museum en kun je gratis en zonder reservering komen bekijken. Nou, dan zijn we nu echt aangekomen bij onze allerlaatste gast. En dat is niemand minder dan DJ Mil Hanks, oftewel Camille. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Super nou, gezellig. Leuk dat je er bent. Ja, top. Hey, wanneer begon jij voor het eerst met draaien? Dat is zo'n 3-4 jaar geleden. Met op stap gaan. Ik vond dat altijd super tof. Het leek me ook heel vet om er zelf te staan. Daarna ben ik super dedicated begonnen met draaien. Echt elke dag was ik, in plaats van dat ik mijn middelbare schoolhuiswerk ging maken, ging ik liever aan de muziek zitten, zeg maar. Ja. Logisch. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Op een gegeven moment deed ik allemaal van die livestreampjes op Instagram, zeg maar. Die waren echt super slecht. Maar je moet ergens beginnen, zeg maar. Ja, ik wou net zeggen. En op een gegeven moment werd het een beetje opgepikt door een lokale kroeg. Kon ik daar gaan draaien. Ontmoette ik weer nieuwe mensen, andere DJ's. Ja. Een beetje beginnen te netwerken. En toen kwamen de eerste clubs, de eerste festivals en... Op een gegeven moment had ik toch wel elk weekend wat te doen, zeg maar. Toen is het balletje echt gaan rollen. Ja. Dus ja, zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. Ja. Ja, en wat is jouw mooiste herinnering tot nu toe tijdens het draaien? Ja, de vetste boeking die ik heb gedaan, dat is nou toevallig deze foto. Ja. Is niet de grootste boeking die ik heb gedaan, maar het was wel een hele onverwachte boeking. Want ik reed er naartoe, de social media van het evenement... zag er allemaal een beetje goedkoop uit, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik daar dus aan. Ik loop door zo'n hal. Het zag er van buiten echt super shady uit. Dus ik ging eigenlijk naar binnen van, wat is dit nou? Ja. En op een gegeven moment kom je dan in zo'n zaal terecht. Zit helemaal vol en ja, super vet, super sfeer. Het was echt niet normaal hoe dat het daar tekeer ging. Ja. Ja, dat was echt, echt leuk. Echt kippenvel momentjes ook. Ja. Ja, altijd. Altijd. Als je dan op een gegeven moment zo'n nummer inzet en je haalt even het volume weg en je hoort een paar honderd man nooit meezingen, dat is gewoon echt kippenvel. Daar leef je dan echt een beetje voor. Nou, ik ben benieuwd of jij dat dadelijk ook voor elkaar gaan krijgen. Ja. Ik zou zeggen, ga lekker klaarstaan vast, ren naar beneden. En dan wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken en dan schakelen we nog één keertje over naar Anthony op het podium. Yes, dit was hem alweer, aflevering 3 van ACI Live. Nou, blijf voor een goede start van je woensdagavond even hangen, want Mil Hanks gaat nog een lekker setje voor je draaien. Over 3 weken zijn we bij je terug met een nieuwe aflevering van ACI Live. En voordat ik het vergeet, vergeet ook niet om even te gaan genieten van je eerste biertje op het terras, want ook dat kan. Dus als je het vandaag nog niet gedaan hebt, geniet van je eerste biertje op het terras. Wij zijn weer bij je terug op 19 mei. Ik hoop dat ik je dan weer zie en tot dan. Doei doei! Mil Hanks Live.
Try.